centrale station van Tilburg zal de komende jaren een metamorfose ondergaan. Beroemde zwevende overkapping uit 1965 van architect Koen van der Gaast zal samen met de wasknijper een van de weinige beeldbepalende zaken zijn die herkenbaar blijven na de verbouwing. Om de toegankelijkheid in de doorstroming te verbeteren, krijgt het station onder andere een nieuwe brede onderdoorgang. Deze gaat onder het hele station door en vormt straks samen een belangrijke verbinding tussen de binnenstad aan de zuidzijde van het station en het nog te ontwikkelen gebied Spoorzone aan de noordkant. Deze onderdoorgang wordt voor reizigers aantrekkelijk gemaakt met diverse winkels en voorzieningen. Het betekent dat Tilburg veel beter bereikbaar is met het openbaar vervoer. Dat het gebied achter het station, waar nu nog niet zo heel veel te doen is, maar waar straks gewoon ook gebouwd gaat worden, waar mensen wonen, waar een school komt, waar een nieuwe bibliotheek komt, dat dat gebied ook bereikbaar is voor Tilburgers. Om al deze plannen te verwezenlijken, werd er tegenover een station in Hotel Centraal een overeenkomst getekend. Hier beloofde de gemeente Tilburg, ProRail en de NS met financiële steun van de provincie Noord-Brabant het project daadwerkelijk te gaan uitvoeren. De verbouwing van het station, heel belangrijk, verbinding maken tussen Noord en Zuid. Maar tegelijkertijd gaan we ook het busstation helemaal moderniseren. Dat komt tijdelijk op een andere plek, meer oostwaarts van het station. En daarnaast weten wij dat we te weinig fietsenstallingen hebben rondom het station, zowel betaald als onbetaald. Dus die gaan wij fors uitbreiden. Nu mag het nog niet, maar om de verbouwing mogelijk te maken, wordt er binnenkort een tijdelijke fietsenstalling aangebracht op het postperron. De uiteindelijke plek voor de bewaakte fietsenstalling voor 2000 fietsen komt terug onder het postperron. Een onbewaakte stalling met 2700 fietsplekken blijft dan ook na de renovatie en uitbreiding van het station op het postperron aanwezig. Maar er gaat meer gebeuren dan alleen het verbouwen van een station. Daarnaast, en dat is nog een belangrijke om te noemen, leggen wij de Willem II-passage aan in het verlengde van de Willem II-straat. Een tunnel, ook onder het station door, zodat de mensen uit Loven, Bester, Theresia ook veel makkelijker van hun wijk naar de binnenstad kunnen komen. Dus er staat veel te gebeuren. De Willem II-passage zal voor fietsers en wandelaars zijn. 11 meter breed en bijna 3 meter hoog. Een transparant dak, zodat de sporen zichtbaar blijven. Tilburgers moeten echt rekening houden met behoorlijke bouwactiviteiten de komende tijd. Met de komende tijd bedoelt de wethouder de komende 3 jaar. Alle werkzaamheden in het station en aan de zuidkant moeten in 2016 zijn afgerond. Dan kun je op I13 de echte beelden zien en hoeven we het niet meer te doen met een animatie van ProRail.